Een tijdje geleden een boek gelezen, The One Thing. Nou, in principe is dat wel duidelijk, The One Thing. Het gaat helemaal over de kracht van één. Van, hè, wat als je nou maar één ding zou doen? En het laat ook zien dat als je dominostenen neer zou zetten, en je begint met een dominosteen van 5 centimeter hoog, en je zou elke volgende steen zou je met 50% verhogen, dan heb je na 18 dominostenen ben je al net zo hoog als de toren van Pisa, bij 23 al net zo hoog als de Eiffeltoren, bij 31 de Mount Everest en bij 57 ben je al bij de maan. Dat is onwaarschijnlijk. Maar dit is in principe ook samengevat wat conversie is. Weet je al, Chris zei het net al, de stap van 2% naar 4% conversie is niet een stijging van 2%, maar het is een verdubbeling van je business. En dit is zeker in Nederland waar 99% van de websites te winnen heeft. Laten we zeggen 100%, want er is altijd te winnen. Maar de meeste mensen zijn helemaal blind aan het staren op meer bezoekers. We moeten harder adverteren, we moeten meer bezoekers, we moeten hoger in Google. Constant traffic, 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 zonder dat ze kijken naar waar klikken die mensen nou precies op, hoeveel mensen gaan de weg en wat nou als we het ietsje zouden aanpassen en we zouden met precies dezelfde bezoekers, zouden we 2 of 3 of 10 keer zoveel resultaten halen. Hè? En op het moment dat je iets kan verdubbelen, dan kun je het misschien ook wel 2 of 3 of 4 keer verdubbelen. En misschien zelfs wel 57 keer, zodat je uiteindelijk tot de maan komt. Dus wat Thomas Edison al zei, genius is 1% inspiration, 99% perspiration. Ik weet niet precies wat dat betekent, maar ik denk dat het zweten of zo is. Dat is doorzettingsvermogen volgens mij. En dit is het moeilijkste, hè, voor ons als ondernemers, om bij 1% inspiratie te blijven. Wie vindt zichzelf creatief? Ja, dat moet niet te zuinig. Okay. En wie is er een perfectionist? Kijk, ja, daar ga je. Ja, dat is best wel een dodelijke combinatie. En dat is wat er bij elke ondernemer gebeurt. Je grootste kracht als ondernemer is je creativiteit. Dat jij waarschijnlijk meer ideeën hebt dan mensen die geen ondernemer zijn. Alleen, op het moment dat je op een ander terrein begeeft, dan wordt je grootste kracht vaak je grootste zwakte. Op het moment dat wij iets moeten opstarten als ondernemer, dan is onze grootste kracht onze creativiteit. Maar op het moment dat we iets moeten uitbouwen als ondernemer, is een compleet ander werkveld. En dan wordt onze grootste kracht onze grootste zwakte. En daar zit ook weer die verliesaversie. Hè? Stel dat je hebt bijvoorbeeld als ondernemer, zeg van ik heb 10 ideeën. Hè? Dus idee 1, 2, 3, 4. Of nou ja, laten we zeggen je hebt 5 ideeën. En je moet er eentje kiezen. Dat op het moment dat je zegt van nou ik kies die, want Tony zei ik moet geen pannenkoek zijn, ik moet 1 ding doen. Dan heeft dit 100% potentie, 100% focus. En dit is wat je wint. Maar tegelijkertijd zeg je ook van nou ik doe dat niet en dat niet en dat niet. Dus je hebt 4 keer verlies ten opzichte van 1 keer winst. En nou weegt verlies al zwaarder dan winst. Dus al zou je maar 1 keer verlies hebben en 1 keer winst, dan raak je al een beetje in twijfel. Maar heb je 4 keer verlies ten opzichte van 1 keer winst, ja dan win je nooit. Dus dat wordt heel lastig. Dus daar moet je een beetje durven kiezen.